Waarom verspreiden virussen zich razendsnel? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. We kijken naar een foto van Barack Obama. Die is genomen in 2012. En Obama was toen net herverkozen. Omhelst zijn vrouw. En deze foto is lange tijd de meest populaire foto op het internet geweest. In totaal meer dan 800.000 keer geretweet. Dat betekent dat iemand die foto leuk vindt en weer doorstuurt naar zijn of haar netwerk. Tot 2014, toen werd deze selfie gemaakt tijdens de Oscar-uitreikingen. En dat is een foto daar kun je niet omheen. Daar staan wel 10 grote acteurs, bekende mensen op. En deze foto werd diezelfde avond nog meer dan 2 miljoen keer geretweet. En Twitter kreeg zelfs problemen om dit te verwerken. Nou, hoe we zoiets noemen tegenwoordig is, we zeggen dat deze foto's viral gaan. Ze verspreiden zich als een soort van virus heel snel over een netwerk. Viral is dus een woord wat inmiddels ingeburgerd is. En ik vind het wel leuk om die parallel wat langer door te trekken, want ik ga het hebben over echte virussen. Dus bijvoorbeeld de griep die iedere winter de kop opsteekt. Maar daar kom ik straks op terug. Ik blijf wat langer nadenken over hoe iets viral kan gaan in social media. En ik heb daar een formule voor opgesteld. Die pakken we er even bij. Aan de linkerkant van de formule heb ik iets neergezet wat ik momentum noem, of kracht. En dat drukt uit hoeveel potentieel er in zo'n foto zit. Aan de rechterkant van de formule zie je 3 factoren. Beeld je even in dat jij die foto viral wilt laten gaan. Dan is het belangrijk hoeveel vrienden je hebt, naar wie je dat in de eerste stap stuurt. Of die vrienden gaan kijken, of ze jouw bericht gaan zien. Dus dat is de tweede factor. En tot slot of jouw vrienden zeggen, ja, dit is een leuke foto. Ik like het of ik retweet die foto. Nou, die 3 factoren samen is wat je momentum kunt noemen. En het momentum moet groter zijn dan 1, wil je kans hebben om viral te gaan. Waarom groter dan 1? Als het 1 is, dan bereik je minstens 1 iemand die zegt, ja, dit vind ik leuk. En die stuurt het weer door aan zijn netwerk. En op die manier kan het propageren en mogelijk dat het dan viral gaat. Oké, ik ben dus wiskundige en ik begrijp zo'n formule of een formule die daarop lijkt. Dus je probeert te begrijpen hoe iets viral kan gaan. En ik denk, ik breng dat in de praktijk. Ik weet dat ik hier een college ga geven, dat was een paar maanden terug. En ik zet een bericht op mijn sociale netwerk met de aankondiging, heb je zin om colleges over netwerken te volgen? Kom dan naar Amsterdam op die en die dag. Nou, dat heb ik dus gedaan, maar dat ging niet bepaald soepel, moet ik zeggen. Mijn eerste stappen in sociale netwerken. En tot het moment, en dat was na een week of zo, dat ik met Maarten Steinboeg wat zat te drinken. Dat was na afloop van een vergadering. En ik zeg tegen Maarten Steinboeg, die een van de bekendere professoren van de TU Eindhoven is. Hij is onze high-tech professor. Dus robots en zonneauto's. Dingen die heel veel aandacht krijgen. En hij heeft ook een gigantisch sociaal netwerk. Maarten zei tegen mij, nou dan twitter ik toch gewoon jouw bericht. Dat zien we hier. Hij haalde er één ding uit, of we aandelenkoersen konden voorspellen. Dat spreekt heel veel mensen aan. En tot mijn grote verbazing ging mijn bericht inderdaad viral, als we daarna gaan kijken. Dus die eerste week had ik gewacht totdat ik Maarten inschakelde. En na 18 oktober, 19 oktober, na dat bericht, ging ik viral met als hoogtepunt 58 views. Ja, dat vond ik geweldig. Op 20 oktober, daarna zakte het weer wat weg. Dus als ik dan opmaak hoe dit gegaan is, dan heb ik met mijn 577 contacten uiteindelijk 174 views gekregen. Dat zien we ook. En 15 mensen hebben het geliked. Dus 15 mensen hebben weer een eigen netwerk aangesproken om dit bericht uit te zetten. En nou ja, het is misschien niet bepaald wat we viral noemen, maar deze zaal zit vol, dus het heeft gewerkt. Dus daar ben ik blij mee. Maar wat leren we nu van dit voorbeeld? Nou, 2 dingen wat mij betreft. Op de eerste plaats is het helemaal niet zo makkelijk om iets viral te laten gaan. Zeker als iets niet voorbestemd is om viral te gaan. Denken we terug aan Obama of die selfie bij de Oscars. Ja, die dingen gaan viral. Maar het is veel leuker om te onderzoeken of iets net wel of net niet of tegen de verwachting in viral gaat. Net als mijn bericht. Het andere wat we ervan leren is dat het niet zozeer gaat om je eigen netwerk,
maar om, het netwerk van iemand in jouw netwerk. En ik heb Maarten Steinboeg in mijn netwerk en misschien na vanavond ook een van jullie. En als een van jullie, net als Maarten, een superverspreider is, dus iemand met een heel groot netwerk, dan is dat misschien nog wel veel belangrijker dan mijn eigen netwerk. Laten we een rekenvoorbeeld erbij pakken. Stel voor, ik heb 100 vrienden. En die 100 vrienden hebben weer 100 vrienden. Dat zijn dan in twee stappen al 10.000 mensen. Als die 10.000 mensen weer 100 vrienden hebben, kom ik op 1 miljoen. En doe ik dat nog twee stappen verder, dan kom ik in vijf stappen op 10 miljard mensen. Meer mensen dan op deze aarde leven. Nou, dat vind ik heel fascinerend en ik heb daar een extra uitleg voor gemaakt op het krijtbord. Daar gaan we nu naar kijken. Deze uitleg gaat over hoe verbonden wij zijn. Ik, in Nederland, heb 100 vrienden. 10.000 maal 100. En in vijf stappen kom ik zo op 10 miljard mensen. We zijn verbonden. Er is een astronaut die gaat een grote rol spelen later in de uitleg. En er komt een moment waarop ik een leuk kattenfilmpje heb. En ik stuur dat het netwerk op en ik hoop dat het viral gaat. En dat lukt. De astronaut neemt het mee. Laat het zien op de maan. Loopt daar helaas een buitenaards virus op. Komt terug op aarde. En via dezelfde grote verbondenheid verspreidt het virus zich in no time. Oké, toegegeven, dit is wat dramatisch, maar ik dacht, ja, ik maak een leuk filmpje. Maar daar zit natuurlijk wel een bepaalde waarheid in, want met een leuk kattenfilmpje is het hartstikke fijn dat het zich heel snel verspreidt. En we zijn heel erg verbonden, dus in een paar stappen heb je iedereen misschien bereikt. Maar gaat het om een virus, en ik ga het hebben over een relatief onschuldig virus, het griepvirus, maar dan is het toch niet zo prettig dat iets zo makkelijk kan verspreiden. Griep, ieder jaar steekt griep de kop op, bereikt heel veel Nederlanders, mensen over de hele wereld trouwens. Komt in verschillende varianten voor. En hier zien we een plaatje van hoe dat ongeveer ontstaat. Zo rond november verwachten we dat die griep toeneemt en dan zal die weer wegzakken. Maar hoe dat precies gaat, dat weten we niet. Ze willen graag begrijpen hoe zo'n griep mogelijk viral kan gaan. Laten we diezelfde formule erbij nemen die we zojuist hebben bekeken. Dan kun je ook voor de griep, net als voor een foto, spreken over momentum. Hoe werkt dat nou? Nou, stel voor iemand heeft de griep, dan kent die persoon een bepaald aantal mensen. Op het moment dat die griep nog besmettelijk is, is het de vraag hoeveel van die mensen jij daadwerkelijk ziet. Dat is de tweede factor. En als jij die mensen daadwerkelijk ziet, dan is de vraag of de griep wordt verspreid, van persoon tot persoon. Dus het duimpje gaat niet omhoog, maar het gaat omlaag. En dat betekent dat er een besmetting is. Oké, dit geeft je echt wel wat inzicht in de kracht die een griep heeft om te kunnen verspreiden. Tegelijkertijd, want we hebben allemaal een beeld bij de griep, is het ook wat simplistisch. Er moeten meer factoren zijn die hier een rol spelen. Dus die superverspreiders, die hebben ook bij de griep een belangrijke rol. Als jij heel veel contacten hebt, dus heel veel handen schudt en met mensen praat, dan ben jij iemand die griep makkelijk doorgeeft. Dus daar is zo'n formule handig voor. Maar kijken we naar het hele netwerk, hoe die griep zich verspreidt, dan zie je ook andere fenomenen. En dat hebben we hier op de kaart staan. De grote griepmeting in Nederland, grotegriepmeting.nl, houdt bij wie er verkouden is en wie de griep heeft. En hier zie je twee snapshots, dus momenten in de tijd. In november zijn er al een heel aantal mensen verkouden, dat is blauw. En ook een aantal mensen die al de griep heeft, dat is rood. In december zie je dat de epidemie zich aan het ontwikkelen is. Dus er zijn meer mensen verkouden en we zien ook meer mensen die de griep hebben. Maar wat van zo'n landkaart meteen duidelijk is, is dat er groepstructuren zijn. Het is niet alleen het individu dat de griep doorgeeft, maar het is ook heel belangrijk waar je woont, wie je collega's zijn, in welke groepen jij dus actief bent. En die groepen spelen een hele belangrijke rol. En dat wil ik laten zien aan de hand van dit dominospel. We hebben allemaal met dominostenen gespeeld. En wat we hier zien zijn drie groepen mensen. Dus het kunnen collega's zijn of mensen in hetzelfde dorp of stad. En één groep is rood, één groep is blauw en één groep is groen. En de vraag is dus wat zo'n groep dus doet. Van de ene kant is een groep heel nadelig, want als één iemand in de groep omgaat, het griepvirus krijgt, dan zal bijna de hele groep meegetrokken worden. Aan de andere kant is het heel fijn om te weten waar de groepen zijn, want zodra een virus in één groep zit en je weet de verbindingen tussen groepen weg te nemen, quarantaine, dan kun je het virus mogelijk stoppen. Dus dat doen we hier. Ik neem deze verbinding weg en het virus verspreidt zich van de rode groep naar de blauwe groep en is daarmee gestopt. Nou,
We hebben dus veel geleerd vandaag over hoe een foto viral kan gaan of hoe een griepvirus zich kan verspreiden. En we hebben gezien dat er minstens drie dingen heel belangrijk zijn. Op de eerste plaats de superverspreiders, de hele populaire mensen met heel veel contacten. Die kunnen ervoor zorgen dat iets viral gaat. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om te kijken naar de kracht van een foto of de kracht van een griep, het momentum. Daar hebben we die formules voor opgesteld. En tot slot hebben we gezien dat als je naar het hele netwerk gaat kijken, dat de groepen waarin we zitten, en het is heel moeilijk om te bepalen in welke groep je zit bij collega's, je woont in een bepaalde stad, dat die groepen ook een hele belangrijke rol spelen bij de verspreiding van een griep, dus hoe iets viral gaat. Dus dat is heel leuk om te weten en wij wiskundigen proberen daar ook inzicht in te krijgen door modellen te maken. Maar wat nu als we allemaal viral willen gaan? Als we allemaal foto's op social media zetten en er heel veel chaos en data wordt veroorzaakt. Kunnen we dan dat nog wel aan? Of kunnen we er iets van leren en zelfs aandelenkoersen voorspellen? Dat gaan we zien in het volgende video.